Hallo mensen en welkom terug bij een nieuwe The Evil Within 2 aflevering. Ik ben Melvin, we zijn hier weer met Sebastian Castellanos, oftewel onze detective. Wij staan hier in de gang waar we vorige aflevering waren gebleven. Want daar zagen wij die ene fotograaf die echt hele vage kracht... Wow. Loopt hij daar nou? Voor mij loopt hij daar of niet? Wat doe... Oké, dat was niet heel fijn dat hij opeens wegging. Wat is het überhaupt voor gek vaag huis? Je ziet er helemaal niks beneden. Je hebt hier. Wat? Dit is echt creepy. Wat? Oké. Dit is ook een foto. Zijn het alle mensen die ze misten? Daar lijkt het wel op. What? Wat is hier gebeurd? Er groeiden zelfs bloemen uit hun hoofd. Dit is niet heel gezond. Nee, dat weet ik wel. Wat is dat überhaupt voor gek monster? Investigate. Het zijn allemaal puppets! Wat? Zie je dat? Allemaal met die touwtjes? Allemaal van die puppet dingen. Dat is echt heel creepy. We gaan maar weg. Ik weet alleen niet waar ik naartoe moet. Ik heb echt geen idee. Kunnen we in zo'n lift? Nee, kunnen we op een knop drukken? Nee, dat kan ook niet. Al die deuren zijn dicht. Hier is een witte deur. We kunnen waarschijnlijk door deze witte deur. Ik wil jullie ook trouwens even allemaal bedanken voor deen support op deen vorige aflevering. Ik was echt over... Oh, er zat hier een lift open. Oké, daar gaan we gewoon in. Doen we gewoon. YOLO. Maar ik was overweldigd door hoe goed de allereerste aflevering was beoordeeld. Dat had ik eerlijk gezegd niet aanzien komen. Maar het maakt mij weer heel erg gemotiveerd om hier gewoon lekker mee verder te gaan. Ik wil ooit een keer livestreamen. Alleen weet ik niet wanneer, hoe of wat. En of ik... daar überhaupt de tijd voor heb. Ook al kost het meer tijd om een video te maken. Ik moet gewoon eens kijken of dat mij een keer uitkomt. Dit is niet heel fijn. Hallo? Wat zijn dit voor gare praktijken? Ik ben blij dat ik zo'n lichtje heb, anders zag ik hier helemaal... Oh, what? Wat is dit? Al die mensen hebben ook een masker, of niet? Wat zijn het allemaal? Jawel. Die mensen hebben... Waarom is daar net opeens alles dicht gegaan? Waarom staat hier überhaupt opeens een camera? En is er daar opeens een deur? Dit is trouwens wel een mooie camera. Waarom kan ik niet zo'n camera hebben? En wow, wacht even. Al die lijken zijn verplaatst. Nou, dit is niet een normaal huis. Sowieso is de hele stem is niet normale plaats. Shit. Wat? Waarom is die zo glimmend? Oh, dat komt door mijn zaklamp. Oh, wow. We worden hier echt met ons brein gespeeld, hoor. Er wordt hier met ons brein gespeeld. Ik zweer jullie. Dit kan... Hallo? Dat is een sexy motherfucker daar in de spiegel. What the hell? En hij heeft... Wat? Oh! What? Oh mijn... Wat is dit? Oh, what? What? Oh, dit is niet gezond. Dit is niet goed. Hier moet ik echt heel snel voor wegrennen. Het eerste monster. Ik vond het ook al zo raar dat er zoveel momenten waren geweest waar we nog geen monster hadden gezien. Ren! Ren! Holy damn. Oh nee, kom op. Die gaat sowieso door die muur breken. Shit. Waar moet ik heen? Hier omhoog. Kom op, climb. Climb, climb! Doe nou! Kom op! Nee! Oeh! Echt? Is er dan net niet bijgekomen? Oh, wat was dat? God damn it. Oh. What the hell is that thing? Ja, ik weet het ook niet. Maar dit is wel waarom ik van de Evil Within hou. Oh nee, er zit hier een gat. Oh, wat is dit voor gat? We gaan gewoon naar beneden. Oh, I don't hear it. Wat is dit? Oh, ik vertrouw hier echt gewoon niks. Ik vertrouw hier helemaal niks. We lopen ook echt doodstil. Oh, nee! Oh, nee! Wat?
Ze hackt, ze cheat, ze weet gewoon dat ik er loop. Hoe dan? Oh nee, daar hebben we ook nog die man daar. Die man die gaat me redden, let op. Let op, die man die gaat... Deze meen je? Nee, 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 nee. Nee, ey, 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 ey. Oh nee! Oeh! What? Oh damn, we hebben een mesje. Dat is wel iets heel blij om te zijn. Ik weet ook niet wat ik anders zeg, want ik ben zo super hyped voor dit spel. Wat zijn we opeens? Ik was even heel erg hyped en opeens zijn we in een kamer? What the fuck is going on here? Ja, dat weet ik ook niet, Sebastiaan. Ik kan jou daar helaas geen zuiver antwoord op geven. Oh, wat? We zijn gewoon bijna dood of zo? Oh nee, we hebben nu held erbij gekregen. Er stond ook net dat als je stilstaat en je bent low, dat je even moet stilstaan ook. Maar dan krijg je wat levens erbij. Maar dit vind ik nog niet een hele fijne kamer. We hebben wel een combat knife. Hoe pak ik die Wow! Oeh, we hebben een mesje! Dat is wel lekker. Dat is wel zeker weten lekker. Weet ik niet. Ik heb geen idee waar ik ben. We zijn ook gewoon totaal in een ander gehuis. We zijn ook gewoon totaal in een ander gebouw. En er ligt hier een spuit. Oh ja, die kunnen we gebruiken. Dan kunnen we... Oeh, rechtermuis. Ja, en dan hebben we... Hé, daar hebben we de syringe staan. Hoe kan ik die nu gebruiken? Hé. Oh, en dan krijgen we leems erbij. Ik weet het weer, hoor, hoe het allemaal was. Ik kan me weer exact herinneren hoe dit spel toen gaande was. Hoe dat speelde. Oh, wat fijn. Wat hebben we hier buiten? Oh. Oh, ja. Kom maar bij papa. Wel fijn dat we dat opeens zo vinden. Maar waar in vredesnaam zijn wij? Maybe this is the right place. Denk je? Lily, I hope you're here. Dat hoop ik ook. Ik hoop gewoon echt dat we Lily vinden. Serieus. Oh, moet je kijken wat er op de achterkant van die foto staat. No, I love you, daddy. Dat is gewoon van onze lieve, lieve Lily. What did I get myself into? Ja, dat weet ik ook niet. Wat ik wel nog wel weet was in deze... Oh, we gaan bellen. Hallo? Where have you been? We lost you. I don't know. Oh, ik heb mezelf. But it sure as hell wasn't a quaint little town. Nee, echt, hè? There's something bad happening in here, Kidman. Baker is dead. There's a killer running around in here. Doing things that are... It's like Beacon all over again. What the fuck did you just send me into? Echt, hè? I don't know. We're in the dark out here. Baker was the team leader. If he's dead, that doesn't bode well for the rest of them. Oh, dat is... Keep searching around. Dat is niet goed. The more info you gather, the more I'll be able to help you. Yeah. Sure. Echt, hè? Ik hoop gewoon dat het gaat werken. Maar we kunnen nu ons wapen voorpakken. Oh, oh ja hoor. Ook al hebben we maar 6 kogels. Het is beter iets dan niets, weet je. En hebben we hier nog iets bijzonders? Een journal in een band. Oké. Okay. Nou, mooi man. Echt een mooi boekje wat we er vinden. Geweldig. Voor de rest is het echt één stomhuis. Ik wil die gauw weg. Sowieso wil ik überhaupt gauw weg uit het hele gebied hier. Want ik word hier niet vrolijk van. Al helemaal als je ziet wat voor monster wij achter ons aan hebben gehad. Dat sloeg helemaal nergens op. Maar wat zijn wij hier? Wat is dit voor vaag gebeuren? Het is allemaal nep. Dat moet je ook nog even bedenken, hè. Ik weet niet of jullie daar allemaal besef van hebben. Maar alles waar we hier zijn, dat is als het ware... It's just a small, quiet town. Nou, dat hoop ik wel dan voor je. Too quiet. Ja, echt hoor. Maar dit is dus het kleine dorpje waar ze het over had, of niet? Er is namelijk ook een heleboel free roaming in het spel. Maar wat ik wilde zeggen is dat jij moet beseffen dat er gewoon... Hallo? Hey! Oké. You have heard me. Better check it out. Dat was een vrouw. Maar is het een normale vrouw? Oh, damn. Nee, Sebastiaan. Nee. Nee. Hello? Skin and bones. Gotta eat. Clean your plate. You gotta eat. Skin and bones. What? 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 Is... I said eat!
Wat is dit? Dit is niet goed. Dit is echt niet goed. Pas op. Ik denk dat ik moet schieten. Schiet. Schiet. En dan raakt hij dat aan. En dan is het opeens... Holy damn. En dan schiet je mis. Je achterlijke. Wauw. Wauw. Ben je achterlijk of zo? Oké, een headshot helpt dus daarvoor. Dan weten we dat ook weer. Waarschijnlijk zijn het ook de standaard monsters die rondlopen in het spel. Dat moet bijna wel. Want in het vorige spel, kan ik me ook herinneren, waren er van die ook hele vage wezens. Oh. Of niet. Of niet. Oh nee. Oh nee. Oh, nu moet ze wel dood zijn. Nou. Ja, nu is ze dood. En hebben we hier gel liggen. Ja, zo was het. Ja, oké. Wat was dat? Kidman. That was fast. Did you learn anything new? Yeah, I did. I learned that it really is like Beacon in here. The people in here are turning into creatures. Damn it. What the hell happened? I don't know. But it means that Lily is in more danger than just being lost. Dat is waar. Sebastian. Save it, Kidman. Leave it to me. I'm gonna find her. Ik hoop echt dat we haar vinden. En check dit dan. Wat is hem? Yo. Gadver, dat is ook niet gezond. Maar waarom zit hier trouwens zo heel, heel stom een tv aan? Serieus, dit is alles wat ik hier kan doen? Wauw. Wauw. Interactie, mensen. Interactie in een spel. Nou ja, we gaan hier eens boven kijken. Ik ga er niet vanuit dat hier nog iemand is. Nee, voor mij is hier niks meer. Ook al klonk het wel even zo. Hallo? Ze heeft hier van mij ook gewoon geleefd. Dat is toch creepy en eng en alles met elkaar. Dat wil je toch niet? Wat staat er überhaupt op die foto? Oh, dat is gewoon geen foto. Wat een stomme foto. Oeh, gel! Of gunpowder? Wat? Daar kan ik wel raad mee vinden. Sowieso. Ik weet alleen niet wat we ermee kunnen doen. Voor mij craften, kan ik me nog herinneren. Er zit voor mij een heel crafting systeem in dit spel. Nou ja, we gaan wel verder naar het dorpje. We weten dus al wat ons tegemoet staat te komen. En ik vraag me überhaupt af of er normale mensen zoals wij in de stem aanwezig zijn. Waarmee wij kunnen communiceren. Want ik had mijn verhaal net nog niet af... Ik kan mijn verhaal ook nooit afmaken als er zulke dingen gebeuren. Oh, wat? Oh ja, dankjewel voor die tipspel. Kijk, kunnen we kistjes kapot maken? En dan kunnen we er zeker die niet kapot maken. Wauw, dat is dan weer een stevige kistje of zo? Stomme stevige kist ben jij. Niemand mag je. Weapon parts. What? We kunnen... Is er crafting? Voor mij is het crafting systeem gewoon uitgebreid in dit spel. Dat is super vet. Dat is echt gruwelijk. We zijn in ieder geval een union. Dit of onion? Onion. Ik vind onion gewoon veel leuker. We zijn een ui. Ja, dat vind ik een mooie naam. Welkom in het dorpje ui. Waar het niet heel leuk schijnt te zijn. Helemaal niet als je al die geluiden hoort en zo'n dikke boom zoals net er was. En nee, dit gaat niet een leuk dorpje zijn. What now? Oh nee. Waarom werd daar geschoten? Oh, ik hoop dat hier nog iemand leeft. Dat wij niet alleen hoeven te zijn in de stem. Want ik ga mijn verhaal... Ik kan mijn verhaal ook nooit afmaken! Kom op! Dat zijn... Hoe heet het? Oh nee. Dat zijn... Maar dat zijn mensen die leven. O'Neal, move! Oh damn. Zij hebben wel echt supergoed... Nee! Wauw. Wauw, nou, dat ging snel. Dat was van korte duur. Dat was echt van iets te korte duur. Maar ik denk dat wij nu... Ja. Some of them are still alive then. Damn. But those things are everywhere. Oh, nee. Need to get in there and squeeze that guy for info. Oh, nee. Hoe ga ik jou nou doden dan? Ik heb nu... Er stond een menu informatie en ik heb niet gekeken hoe ik moet killen. Maar, wat ik wilde vertellen, de stem is niet echt. Het zijn allemaal combinaties van breinen die met elkaar dit genereren. En daar zit dan soms een of ander vaag iets in. En dat is nu weer gaande, net zoals in deel 1, waarin dus de meest bizarre wezens leven. Duidelijk? Mooi, dan gaan we verder.
Ik hoop dat dit gaat lukken. Oh, dit is zo niet fijn, hè. Sneak kill, unaware enemy? Zit hier dan eentje achter? Waarom staat daar heel groot F? Er staat daar iets te groot F, waar ik niet heel... Oh, oké. Dan kunnen we dus die weggooien. Oh, dat is waarschijnlijk voor hem nodig. Let op. Let op, oké. Oh, dit is zelfs een sneaking system. Ze kunnen mij dus horen. Maar hopelijk zien ze me dan niet. Kijk, hij is daar ook druk bezig. En dan gooien we zo meteen die bottle hier weg. Moet ik eerst die bottle wel voorpakken. Kijk, we hebben nu die bottle. Dan kunnen we die zo gooien. En dan gaat die monster hopelijk weg. En dan kunnen wij praten met dat mannetje wat onze vriend hoort te zijn. Zo dan ongeveer? Meen je deze? Wat? Ik gooi... Hij hoort het niet. Nou, wat is dit nou weer dan? Oh, hij hoorde het. Het ging goed. Oh, nee. Zag je mij nou? Ik moet hem sneak killen, maar hoe? Oh, wacht. Hij denkt dat hier iemand zit. Ik moet hem sneak killen. Kom op. Doe nou sneak killen dan. Wat is dit nou weer dan? Deze meen je? Nee. Deze is nog niet waar. Dit is toch niet echt. Oh, nee. Ik ga dood. Dit kan toch nooit? Ja. Quality content, dames en heren. Ik ben zo slecht. Oké, we gaan het op een andere manier proberen. We gaan gewoon nu de sneak kill proberen door op F te drukken. Oké, gelukkig werkte dat best wel heel makkelijk. En kunnen we nu de deur open doen? Shit. Heeft hij hem op... Meen je deze? Heeft hij hem nou echt helemaal dicht gedaan? Hopelijk kunnen we nog binnenkomen. Ja, het lukt. En nee! Nee. Oh, nee. Please. Oh, yo, wat ben jij een slimme jongen. Die Sebastian is echt een slimme man. Hopelijk dat'll hold. Kan jij niet zo stom doen, alsjeblieft? Dankjewel. Maar, wat ik jullie ook nog wil vertellen, is dat hij niet eens Sebastian heet, maar volgens ons is zijn naam Erik. Kunnen jullie dat nog herinneren van deel 1? Erik is de naam. Wat gebeurt hier allemaal? Dit klinkt niet goed. Hallo? Wow. Don't come any closer. Okay, calm down. Wow. Don't shoot. Oh mijn, er is hier gewoon een heel lap onder. I'm not gonna hurt you. See? Hij moet natuurlijk ook maar weten wat hier gaande is. You can lower your gun. I'm on your side. You're not Mobius. Mobius? Dat is toch door heet. You might not be one of those things, but that doesn't mean you're on my side. Jawel, you're right. I don't work for Mobius. But I was sent here by them. Oh ja, dat is Mobius. Have you seen what those things out there? What they can do? Yeah. Yeah, I have. Lucky for you, your partner was willing to sacrifice himself so you could escape. He wasn't my partner. He was just a member of Union Security Detail. Wat? Dat is ook echt. Protecting me was his job. Wat is dat voor stommies? My job is to solve a hardware issue. Dying inside here is above my pay grade. I'm not a soldier. I'm just a technician. I know. Stop! Or I'll shoot! Wow! We waren de rollen omgedraaid. A soldier would have taken the safety off. I told you. We're on the same side. Hij is niet zo slim, nee. Let's try this again. I'm Sebastian Castellanos. Castellanos, ik vind het zo'n mooie achternaam. Ik noem hem ook gewoon Erik. Gewoon van alles gaan we hem noemen. Maar wat doet hij hier in de ui? Waarom? Ja, hij moest natuurlijk ook op zoek naar Lily. So you're not Mobius, but they sent you in here? Ja. Why? I'm looking for my... I'm trying to restore the core. Just like you are. Yeah? Good luck with that. I'm done. I'm just gonna hold out here until extraction. They can't extract you. Not until Lily is found. Who's Lily? Look, oh, mijn zijn dochter. Everyone is stuck in here until the core is located. Can you help me out? If you're asking me to go out there with you, you can forget about it. This is wow. A safe house, so I'm staying safe. Got me? But I may have a lead on the core.
I detected some signals nearby that resonate at the core's frequency. Oh. We were trying to track them when we got attacked. Here, listen to this. It sounds like a little girl, right? That is Lily. That... Was that her? That moet Lily zijn. The core. Yeah. I think so. But I've been picking up all sorts of weird signals on my communicator since we got here. No way to know for sure until you track it to its source. How do I do that? Your communicator can pick it up too. Once you're out there, check it. You'll see. You'll probably pick up other signals while you're out there. It wouldn't hurt to follow them to find out what... No way. The core first. It's the only way we're getting out of here. Suit yourself. Let's pair up our communicators. That way I can tell you if I find anything. Yeah, okay. Can't hurt, I guess. No, we hebben zelfs keuzes. Supplies, vraag daar eens om. It's more dangerous out there than I expected. Any idea where I can get some weapons and supplies? I tried to tell you about this one signal, but you didn't want to hear it. Well, I'm all ears now. I picked something up from two Mobius security team members who were talking about weapons caches. Oh. Maybe you can follow it and get some gear. Maybe they're out there, can help you out. I'll think about it. Come on, man. Okay. I'm all alone in here. I could use some protection. Maybe if you hadn't let your last guard take the fall for you. Whatever. I'll mark the signal on your communicator. Oh! Follow it or don't follow it. I don't care. Dat is handig. Nou, de mission maar. So you've been stuck in here a week already? Has it been that long? Damn. Time's a little fluid in here. Volgens mij ook. This was supposed to be a simple in-and-out job. Like, home in time for dinner simple. Nou, dat is het dus niet. This is different than anything I've ever seen before. What do you mean? Wonky stuff usually happens when a core goes AWOL, but... AWOL? What's happening is more than that. This place is falling apart at the seams. We used the stable field emitter, but it's not working like it's supposed to. What's the stable field emitter? Ja, wat echt allemaal moeilijke termen. Mobius sent you in here. Shouldn't you know this stuff already? Nee, nou, wat doen we? Something stronger? Those things are pretty tough. Takes a lot of. Do you have anything stronger in here? Not in here, but you could probably find some out there. Okay. This place was designed to be peaceful, but Mobius and firepower go hand in hand. Do you know where I can find some? It's pretty chaotic. Dit is dus een heel. Yo. See something useful next to an abandoned APC just outside. Okay. I'll mark its location for you. Het is dus heel handig om met ze te praten. Kom ik nu al achter. Nou ja, prima. Wat hebben we hier allemaal? We hebben hier een save punt. Laten we daar maar sowieso gebruik van maken. En laat ik het daar ook maar bij laten. Mensen, dit was The Evil Within 2, aflevering 2. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Druk een blauw duimpje omhoog, abonneer, reageer. En ik ga gewoon lekker de old school klassieke let's play met jullie doen. Dus hou je vast, want we gaan het uitspelen. Druk een blauw duimpje omhoog, abonneer, reageer, klik op een andere video. Doe alles wat ik net zei. En dan heb ik nog maar één zeggen tegen jullie. En dat is... Doei mensen!